En dan nu? Hallo kijkers, de afgelopen jaren probeerde ik hier vanuit mijn kantoortje in de Vaassum de wereld te verbeteren. En dat blijf ik doen. De afgelopen weken was ik lijsttrekker van de Creatieve Partij Nijmegen 2.0. En dat ben ik nog steeds. De afgelopen weken was ik ook columnist bij N1. En dat ben ik nog steeds. De afgelopen weken was ik ook docent bij de Lindenberg. En dat ben ik nog tot 1 juli. Jammer maar helaas. Maar u kunt zich vanaf nu inschrijven voor de leukste glas- en loodcursus van Nijmegen. Als je vanuit je positie je macht gaat misbruiken, ben je verkeerd bezig. Dat vind ik en dat blijf ik vinden. Daarom heb ik het ook niet zo op mensen die hun baantje of hun status gebruiken om hun zin door te drijven. Je hebt verantwoordelijkheid en die moet je naar eer en geweten dragen. Dan moet je geen misbruik maken van het vertrouwen dat mensen je geven. Mijn voorliefde voor opgeheven vingertjes en de leuke dingen voor de mensen die ik bedenk, hebben daar alles mee te maken. Of ik nou buurtbewoner in de Vonkstraat, toegepast kunstenaar in de Vaassum, lijsttrekker van de Creatieve Partij Nijmegen 2.0 ben, columnist bij de lokale omroep of gewoon zaksplinter die het altijd beter weet. Als je alleen maar in verkiezingstijd allerlei dingen belooft en ze de rest van het jaar niet doet, ben je fout bezig. De komende 4 jaar ben ik columnist bij N1 en de komende 4 jaar blijf ik de idealen van de Creatieve Partij Nijmegen 2.0 in de praktijk brengen door gewoon leuke dingen voor de mensen te blijven maken en te doen. Komt u maar eens kijken op de open dag volgende week in de Vaassum, zondag 13 april vanaf 1 uur tot 1:00 of 7:00. Dank voor het kijken, we zien elkaar op de open dag en anders spreken we elkaar volgende week weer hier. Zo, dan moet ik toch wel even de website bij gaan werken, want die mag wel wat actueler.